Vindt u Baudet een racist? Hij heeft heel veel dingen gezegd, laat ik maar zeggen, die zich niet anders laten uitleggen. Nou ja, hij legt zichzelf ook eens wel anders uit, ja, en dat ga ik nu niet voor hem doen. Als het kwaakt als een eend, als het loopt als een eend, als het veer heeft als een eend, als het, dan is het een eend voor mij. Dan moet je niet gaan roepen, het is eigenlijk een papegaai of een olifant. Net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapot gemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. Ja, als het heeft over boreaal Europa, ja, dat is taal die na de oorlog alleen maar de Frans extreem rechts wordt gebruikt. Ja, en ook een geografische aanduiding is, zegt Baudet zelf dan. Dat is natuurlijk nonsens. Nee, het woord boreaal zelf, dat wordt gebruikt in de botaniek en voor het noorderlicht enzovoort. Ja. Maar zo gebruikt hij het niet. Hij heeft het over de boreale wereld en over boreaal Europa. En dan heeft hij het over een beschaving. En dat, als je op die manier gebruikt, is het wel degelijk een extreemrechtse uitdrukking. Kijk, het is niet een toevallig concept, hè. Als hij boreaal Europa gebruikt, een term die door Jean-Marie Le Pen heel duidelijk gebruikt is, ook in het kader van het redden van de beschaving. Mm. Jean-Marie Le Pen was degene aan wie Baudet zijn proefschrift in de tijd aanbood. Het zijn 60 miljoen Fransen. Waarom uitgerekend aan Le Pen? Ja. Denk ik dan, man. Dus ja, alsof je het erom doet. U zegt hij is een racist. Ja. Dat zeg ik wel, ja. En daar zou je als christen niet op moeten willen stemmen? Nee, dat denk ik niet. Maar ik zeg er tegelijk bij, het betekent niet automatisch dat je racist bent omdat je op hem stemt. Omdat mensen nou eenmaal vaak een eigen overweging hebben, een reden hebben. En dat mijn indruk ook is dat veel mensen die ik hierover gehoord en gesproken heb, zich nauwelijks bewust zijn van dat het om een hele lange serie uitspraken en handelingen gaat. Die een patroon vormen, zogezegd. Maar van veel mensen zich nauwelijks bewust zijn of daar niet zo in verdiept hebben. Nee. En die eigenlijk voor de eerste keer met dat soort termen in aanraking kwamen, toen hij zijn overwinningsspeech hield en het weer over de boreale wereld had. Ja.